Lieve mensen in Harderwijk, wat hoor ik nou? De gemeente denkt eraan om de subsidiekraan voor het theater dicht te draaien. Maar dat mag niet gebeuren en ik ga je uitleggen waarom. Vanaf het begin van mijn carrière kom ik met heel veel plezier in het theater in Harderwijk. Mensen werken daar met passie en met liefde en doen met de weinig middelen die ze hebben, doen ze daar heel veel en maken we daar prachtige voorstellingen. Niet alleen ik, maar iedereen. En nog steeds, 15 jaar later, kom ik nog steeds graag in Harderwijk vanwege die passie, vanwege de energie die mensen erin stoppen. En cultuur dat maakt mensen blij, dat verwondert mensen, dat verbaast mensen en dat heeft een samenleving nodig, ook Harderwijk. Dus, lieve mensen in Harderwijk, zorg dat het theater in 2017 nog bestaat. Want in eind 2017 kom ik bij de oudejaarsconferentie en die moet naar Harderwijk. Ik zie jullie in Harderwijk.